mensen, tot we kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in de Clash Custom nummer 10. We spelen vandaag met de Weevil, de Ferrix 3 Sight, de Grip. Dat zijn alle derde attachments keuzes met de Elkar en de Laser Sight. Ook met de derde keuze. De derde Lethal, Tactical, Perk 1, 2 en 3. Derde keuze, alles derde keuze. Dus ja, we spelen tegen een party van... party van 4. 4 tegen 4. Ik speel met de Purifier, met de Heatwave. En ik heb de drie laagste scorestreaks aangezet van de game. Omdat ik zoals altijd heel moeilijk kan schatten hoe goed deze class is. Denk ik wel dat deze class... Dat is een Weevil die ik sowieso nooit gebruik. Dus dat is wel een beetje een minpunt voor mij. Plus een Ferrix 3 side. Nou, ik heb daar misschien net 100 kills mee gemaakt. Even op mijn kop. Dus dat is ook niet... Dus het is niet echt mijn lievelings. Ik weet dat ding soms in en uit zoomt. Dat is echt wel vervelend eigenlijk. Ik zie dat het gewoon dus elkaar werk wordt. Maar we gaan het eerst met de Ferrix proberen natuurlijk. Is nog even de clash voor die wil zien. Ik denk dat het niet zo'n chille clash gaat worden. Ik denk niet dat het hele prachtige scores gaan worden. Maar we gaan het zien aan de hand van de enemies natuurlijk. Als hun niet goed zijn, dan is een slechte clash al snel heel goed. Maar op het moment dat de enemies heel goed zijn, dan is een slechte clash al snel heel slecht. Dus daar moeten we rekening mee houden. Ik vind die scope echt nice. Zeker maar even dood. Ja, doe hè. Ga weg! Die vind ik wel wat beter te doen. Oké, 1 kills binnen. Nog heel wat te gaan. Ah, ik had hem bijna hè. Oh, jij zit te doen. Zo. Oeh. Mooi kill, mooi kill. Ik heb hem afgekeken, maar toch vind ik hem op. Oh, mooi kill. KRM, ik heb een hekel aan de KRM, maar ik vond de kill wel mooi. Het is een wapen die ik zelf nooit gebruik. Ik weet eigenlijk niet waarom, het is een heel sterk wapen, maar... Laten we dat even in het midden laten. Dat was niet heel slim. Nee, dat was niet heel slim. Laten we daar maar niet te veel over hebben. In ieder geval, we spelen natuurlijk met een prachtige... Ga weg! Oh, ik weet niet of jullie het zien soms. Maar die site die zoomt in en uit. Dat is echt heel vervelend. Kom dan. Ga weg. Kijk dan. 9, 20 van 5. Vraag me niet. Oh, wauw. Ik sprong mis toen wat mijn hele plan was weg. Gevaar. En die Weevil die schiet niet snel. Ga weg! Hoe kan ik bovenaan mijn team staan met 4 kills? Dat is toch niet gezond? Maar ja, ik had zelfs ook al gezien dat ik niet het beste team heb. Wat? Tuurlijk. Zo, daar stond er veel meer dan gedacht. Ik heb er geen kill mee gemaakt, maar ik wel mijn heatwave kwijt. Daar ben ik niet zo heel blij mee. Kom dan. Oh god, schrik me even dood. Jongens, we lopen best wel een beetje heel erg achter. Gaan ze alles niet lekker, zie ik. Moet het dan te doen zijn? Zo, god. Mooie kill. Met alle respect, maar... Wacht even. Kom nou, wees een vent. Wees een fan.
Asmok. Wacht even. Ik weet niet zo goed te campen, maar dit is toch even anders voor mij. Wat? Oh, die wil ik zien, die wil ik zien. Oké, daar had ik dus wel gewoon echt heel erg veel pech. That's a kill. Dat ding zoomt in en uit wanneer je dat zelf wil. Dat is echt vervelend, man. Oeh. Oh, dat is een Z3. Daar gaan we niet tegen strijden. Ah, ga weg. Nou, hun hebben de mensen erbij. Wij krijgen nu ook mensen erbij. Prachtig. Zo, ook hallo. Ik wil even 1-1 staan. Het is niet heel makkelijk in dit potje, lijkt wel. Dit is geen chill clash tot zover. Misschien komt dat nog, maar ik denk het niet. Zo, wat speelde hij? VMP? Ja, VMP. Oké. Ga weg! Kijk, dat ding zoomt in en uit. Dat is vervelend. Dan kan ik moeilijk mikken, man. Waarom is dit wapen kan niet. Kan niet anders dan de dingen in de game zitten gewoon om het moeilijk te maken. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dit een fijne clash vinden. Zoom. Kijk, dit is toch niks. Of team is geliefd. Er zijn al een aantal mensen bij deze. Gaat niet zo goed, niet zo goed. Ja, hij is wel oké. Dat is ook geen super score, maar het kan ermee door. Ik had het erger verwacht, als ik heel eerlijk ben. Ik vind wel dat de enemies goed spelen, dus ik ga hun even muten. Zodat ik weet dat ik met hun wil spelen. Dat ik hoop dat een beetje als ik straks een tweede potje join, dat gaan we hierna nog even doen. Dan weet ik op het moment dat ik bij al die zaakjes gemute mensen zit, dat ik in een zaakje in een goed team zit. Of ik verwacht dan dat ik in een goed team zit. Dus dat is een tip die ik van mij naar jullie kan geven. Misschien heb ik dit tip al eerder genoemd ooit, maar ik gebruik het nog steeds, want het is nog steeds super chill. We gaan even door naar mijn clash, want die heb ik volgens mij niet meteen perfect laten zien. Die weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, ik weet het eigenlijk niet meer of ik die perfect heb laten zien. Maar, weet je, beter 2 keer dan 0 keer, dan weet je niet wat precies hoe mijn clash eruit ziet. En dan gaan we nog een potje joinen. Dat gaat hier meteen achteraan. Dus ja, we gaan het gewoon zien. Ik ga er even goed bij zitten, want ja... Ik zit niet altijd even lekker, dat hebben jullie ook gewoon even. Ga lekker rustig bezitten, pak wat chips of zo. Maak het jezelf lekker comfortabel. En we gaan eens kijken. Ja, dat hoef ik allemaal niet te weten. Oké, nou, ik zie dus de helft van die vier, van dat ding van 4. Hun zijn dus chill. De helft niet zo. Maar ja, deze is ook nog niet zo ver. Deze is ook nog niet heel ver. En hun zijn, deze is ook nog niet heel ver. Maar ze zijn op zich zijn niet slecht, dat ik het zo hebben. Noob. Nou, ik vind deze hun spel ook al goed, die heb ik gemarkt. Jullie zien, we gaan voor iets. Iedereen gaat vernukt. En dan kan je best combined kiezen. Maar dat gaat het niet worden. Nou, dit is mijn clash nog even. Voor eer, als ik het niet gezegd heb. Nou, de Weevil met de Ferrix 3 en de Grip. Dat zijn dus de alle derde attachments. Zoals jullie kunnen zien, de derde weapons. Nou, Elkar, derde wapen. De derde attachment is laser sight. Dan hebben we natuurlijk nog de Lethal en de Tactical. Derde stuks. Dan hebben we natuurlijk nog Perk 1. Perk 1 is nummertje 3, Sixth Sense. Dan hebben we natuurlijk de Hardwired. En dan hebben we natuurlijk de Awareness. Waarom heb ik ook een koptelefoon op heb en die wat harder heb staan. Nou, we gaan tegen... Ik zit weer tegen die 4 mensen. Dat gaat leuk worden, denk ik. Want ik smaar, maar ik zeg wel, ik zit nu wel met een... Ik zie nu wel dat ik met een team zit met een party van 3 en een party van 2. Dus dat kan nog heel veel toffe shit opleveren. Ik vlieg een beetje in en weer in mijn eigen stoel, maar het kan zijn dat het gewoon heel goed zijn. Het kan ook zijn dat ze allemaal heel slecht zijn, maar het kan ook zijn dat ze heel goed zijn. Laten we uitgaan van het goede. Ik ga ervan uit dat ze goed zijn. Laten we daar even van uitgaan. Dus, Team Deathmatch. Clash pakken, ik zou graag een andere clash pakken op Nuketown natuurlijk. Ik vind het gewoon niet zo, het is niet zo mijn clash. Misschien is die heel goed en gebruik ik hem niet goed, maar... Ik had zelf eerder een andere clash gehad, maar hey. Ah! En
dus ik dacht dat ze geswitcht waren. Oké, ja. Oké. Nou, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ah, kom op. Oh, dit ding is lastig. Dit ding is zwart, hè? Het gaat zo... Nee, zag je het? Oh, dat kan ik zelf doen. Oh, dat is niet zo. Dat ik echt niet net. Dat wist ik helemaal niet. Ik ontdekte het letterlijk net pas. Ben ik daar laat mee? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, ik gebruik de draad ook nooit. Misschien. Het is nog niet zo heel gek voor mij. Oh, oké. Okay. 4 of 4 is netjes. Dit gaat. Ah, weet je. En die mensen zijn niet heel slecht nu. Dus. Zo, heb ik daar een zusje mee. Zo, daar gaan we. Oké. Okay. Even kijken. Zo, mooi kill, mooi kill. Ik had ergens al zoiets verwacht toen die doorrennen. Dus. Maar daar doe je niks aan. Zo, mijn Sixth Sense reageerde ergens op, maar ik weet niet waarom. Hier reageerde hij op. Nou, dat die UAV'tje van mensen. Pak dat ding! Ah, oh, andere teammates wel weer hebben. Nou best. Ga weg! Ah, dat is een beetje jammer. Ja, dat ik K44, dat was nou een chill wapentje geweest hier. Dit ding is nog niet sterk, daar ben ik wel echt achter. Dat is echt. Ik wil niet eens een assist mee pakken. Oh, dat was ook een enemy. Dat is een beetje jammer. Oké. Zo. Ik dacht dat ik nog veel verder weg was, man. Ups. Wat? Oh. Ik kan ook concluderen dat ik deze klas eigenlijk niks vind. Het is niet mijn... Nee, deze clash zou ik niet doen. Ik zou deze niet aanraden. Tenzij je heel goed op kan gaan met de Weevil, maar... Ik zou deze clash op deze manier zou ik niet aanraden. Ik ben in ieder geval blij dat ik er nog eentje had. Ik moest daar later al ver. Ik dacht, miste ik die net even? Oh, volgens mij was dat een. Ja, dat dacht ik al. Oké. Enemy patrol. Teammate ga ik aan. Zo. Okay, we gaan niet winnen, denk ik, als ik het zo zie. Maar hey. We hebben in ieder geval beter gescoord dan net. Blijf maar spreken. Ja, dat ik geen scavenger van zoals de vier al wat gehoord. Hostile hellstorm overhead. Oké. Oh! We hebben verloren, maar... Nee, zie je, we zijn weer de beste. Ik vind wel dat deze klas al beter ging. Hij ging zelf al beter. 17 en 16 is geen score waar je voor hoeft te schamen als je die gemiddeld hebt, denk ik. Al is die wel heel lastig. Ik raad hem niet aan. Ik raad de klas niet aan, nee.
Misschien heeft dat er vooral mee te maken. Ik denk niet met de Wii, maar meer met de Fairy Tree site. Want ik vind het gewoon echt een poep site. Ik vind het echt drie keer niks. Dus ja, ik vind de Fairy Tree site niks. Ik denk dat een beetje de killer was van deze class. Want op zich, de perks kan ik me wel in vinden. De Elite Star Tactical gebruik ik niet. Dus ja, weet je, dat zijn bij mij al gewoon twee verspeelde punten. Elke kan wel verpast. Nou, die leessite, daar heb ik geen. Ik heb daar niet echt. Ik hecht daar geen waarde aan. Ik had er liever Rapidfire op gehad bij een van mijn wapens. Verix 3 staat, ja, dat deed de Mechtel die. Ja, misschien die grip ook al een beetje in combinatie met de Verix 3, maar gewoon. Het algemeen, die Weevil, waar je toch je punt op hebt, die miste ik toch wel een beetje. Die kwam hier toch wel. Ja, ik had hem gewoon te weinig. Ik had hem eigenlijk wel nodig gehad. Maar we gaan wel meteen even onze klas maken van volgende week, want dat is natuurlijk belangrijk. Het is uiteraard, op dit moment dat deze video online komt, is het Goede Vrijdag. Dan is het dus aankomend weekend bij Pasen, dat is zondag en maandag. En laat dan net aankomende zondag mijn verjaardag zijn. Dus, aan de hand daarvan, ik ga jullie wel lieven. Sorry jongens. Hebben we hier natuurlijk een prachtige pakketje straks. Maar, ik ga jullie, weet je, jullie video staat willen sturen, mag het altijd welkom. Maar ik dacht, ik meld het toch even als jullie dat leuk zouden vinden, want ik weet dat sommige mensen dat interessant vinden. Oeh, volgende week is Vesper. Ik heb hier nog niet naar gekeken, dat is wel een beetje lastig. Oké, 4. Boa, kan ik nog wel mee leven? Stok. Oké. Nou, wat hoeft er niet. Oké, Marshall. Ja, die heb ik, dus die moet ik nu in dit geval wel gaan gebruiken. Nou, hier de derde. Hier zit geen 4, dat kan niet. Hier heb ik de 4 nog niet van vrijgespeeld. Dat zijn punten die ik in principe vrij moet besteden. Even kijken. Hier weer de 4, de Terminal, de Trophy System heb ik gelukkig ook nooit. Flag Jacket, die heb ik minder last van. Explosie moet ik misschien nog even uitleggen. Trekker vind ik wel een goede combinatie. Trekker en Vesper vind ik een goede combinatie. En ik had daar liever Scavenger op gezien, denk ik. En Tactical Mask. Heb ik nog 1 punt over. En die moet ik, denk ik. Omdat ik hier natuurlijk niks op kan kiezen en hier niks op kan kiezen. Denk ik toch dat ik dit maar even moet besteden aan mezelf. En ik ga dat toch doen met. Aan de ene kant wil ik dit wel doen met Rapidfire. Maar dan kan ik het ook met Fast Max. Ik denk dat ik het best. En dan zijn wel punten dat ik het best. Wat kan ik hier best van maken? Ik denk dat ik hier best Fast Max van kan maken. Dat is lastig hoor. Ik moet dat punt toch besteden. Weet je, ik kan hem ook hier ergens op zetten. Maar ik moet natuurlijk wel. Ik moet er echt een ding naar keuze maken. Ik ga er toch Rapid Fire van maken. Dat je toch. Weet je. Hoe snel je ook kan herladen, je moet je kills wel kunnen maken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En daar heb ik toch echt wel mijn Rapid Fire voor nodig, denk ik. Dus. Zo doen we. We maken hier een mooi dingetje van. Oh. Even kijken. Dan is dit de class van volgende week. Gemengde gevoelens heb ik erover. Dat heeft er puur mee te maken dat de Vesper, zijn wapen. Die moet je echt met recoil echt terugpakken, eigenlijk. Die moet je echt. Dan moet je een quick draw en grip en dat soort shit opzetten. Maar dan is dat een stok op. Niet ook niet mis, maar. Het helpt echt met het verbergen van de recoil. Dan heb ik natuurlijk nog de Marshall. De Marshall kan ik wel wat mee africhten. Alleen dan had het in mijn ogen. Had ik beter een dual field kunnen hebben. Die ik natuurlijk hier nog niet heb. Maar anders had ik toch liever gehad, denk ik. Termite, ja, weet je. Gebruik ik nooit. En de Trophy System vind ik. Ik zie er niet echt het nut van in. Maar oké, ik vind dat meer een soort camper dingetje. Maar dat is aan mij misschien. Dit vind ik op zich nogal acceptabel. Dus dit is in ieder geval de class van volgende week. De class nummer 4. Dus ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Weet jullie ook meteen met de class van volgende week. Ik zou zeggen, maak er een fijn Pasen van. Maar geniet van je Goede Vrijdag als die niet al voorbij is. Want dat is in principe op het moment dat je deze video ziet. Is die eigenlijk al praktisch voorbij. En je ziet hem niet eerder. Dus als jullie deze video genoten hebben. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Zoals ik zei. En vergeet niet te abonneren. Te reageren. Weet je alles. En dan zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik later. Dag en doei.